Met dit korte filmpje neem ik u mee naar Moordrecht. Hier stonden oudere 201-kappers op grote percelen van soms wel 500 meter. Gezellig ingerichte tuinen met grote schuren. De woningcorporatie koos voor nieuwbouw, maar vanuit de bewoners was er veel weerstand. Verhuizen hoefde niet zo snel. Iedereen had zo zijn eigen vertrouwde stek en was tevreden met de situatie. We staan in de Stevensstraat in Moordrecht, voor het huis van mevrouw Wil Hogendoren. Zij was een enorme tegenstander van het bouwproject. Ik ga bij haar op de koffie om te polsen wat ze nu vindt van haar nieuwe woonsituatie. De woningcorporatie heeft samen met de stedenbouwkundige een plan gemaakt voor 73 woningen en 16 appartementen. Daarna heeft er een selectie plaatsgevonden voor het ontwerp, de ontwikkeling en de bouw. Boele en Van Eesteren heeft deze selectie gewonnen met hun pluswonen concept. De bewoners hebben een belangrijke stem gehad. Het is immers belangrijk dat bewoners tevreden en trots op hun buurt zijn. U bent verhuisd in uw eigen straat en u was een felle tegenstander voor de verhuizing. Klopt. En dat begrijp ik, want bouwen brengt overlast met zich mee. Maar misschien kunt u er zelf even iets over vertellen. Ja, nou ja. We hebben 6 jaar echt tegen gevochten om niet weg te hoeven. Maar het ging toch door, dus ja. Veel vergaderingen bijgewoond en op laatst hebben we toch inspraak gekregen. Toen zijn we in Slikkeveer naar een project wezen kijken van Boele en Van Eestra. En dat waren dezelfde woningen die wij gekregen hebben, dus daar waren we helemaal van om. Nu hebben we een heel luxe huis, overal vloerverwarming, energiezuinig. We hebben heel veel geld teruggekregen en ook de buren. Dus ja, we gaan al €50 per maand minder betalen aan energie. Ik heb een prachtige badkamer met een tweede toilet. Heel ruim alles, hele grote slaapkamer. Het is bijna een zaal, vinden wij. Dus ja, en we hadden heel veel inspraak van Boele en Van Eesteren. We hebben zelf alles uit mogen zoeken. We wisten waar we kwamen wonen. Dus we hebben hele mooie keuken gekregen. Het is echt heel luxe allemaal. En uiteindelijk, met het hele bouwproces, als u eens wat wilde veranderen, hoe ging dat dan? Nou, dan ging mijn man de bouw op en die zocht een uitvoerder op. En die was altijd bereid om mee te gaan. Ze hebben alles in orde gemaakt. We hadden een paar kleine schades, die hebben ze gelijk verholpen. Dus ja, het was echt ideaal. En tijdens de bouw, de overlast en de rommel, kunt u daar iets over vertellen? Het was netjes opgeruimd altijd. Het was altijd de hekken eromheen, dus niemand kon erop. Nee, het was echt heel netjes. Het was zo gebeurd. Tijd van 1,5 jaar stonden er 89 woningen. Dus ondanks al die protesten. En we nu spijt dat we het niet eerder gedaan hebben. Maar ja, het zij zo.